Geachte aanwezigen, goedenavond. Ik heet u welkom namens het Nieuw Republikeins Genootschap de Bali en namens de familie Van den Berg. Heel hartelijk welkom hier op deze eerste Hans van den Berg lezing. Als zoon van de naamgever van deze lezing voel ik me bijzonder vereerd het openingswoord te mogen spreken. En ik wou beginnen maar meteen, dan hebben we dat ook maar gehad, met een woord van dank aan de initiatiefnemers. En zoals dat wel vaker gebeurt met goede ideeën, de boekdrukkunst, buskruid, werd ook het plan voor een Hans van den Berg lezing min of meer synchroon geboren. Namelijk bij Fons Alkemade. Fons, waar ben je daar? En in de boezem van het Nieuw Republikeins Genootschap. En Fons en Piet de Groot en Jack-Jan Weerken van het NRG hebben de handen ineengeslagen. En nou ja, hier zijn we op de eerste Hans van den Berg lezing. Op de dag dat hij 82 geworden zou zijn. Dus welkom allen. De vraag dringt zich natuurlijk ogenblikkelijk op. Wat zou mijn vader hier nu eigenlijk zelf van gevonden hebben? Zo'n jaarlijkse naar hem vernoemde lezing. Wel nu, ik denk dat hij zich zou hebben verscholen achter de bescheiden, het gaat niet om mij, het gaat om de inhoud, façade. Dat was namelijk een mantra van hem, hè. Het gaat om de inhoud en de rest is allemaal schone schijn. Maar stiekem had hij het natuurlijk toch wel prachtig gevonden, denk ik. Niets menselijks was hem vreemd en de ijdelheid was ook een van die menselijke trekjes. Maar het moet gezegd, als het de Republiek betrof, dan ging het mijn vader daadwerkelijk primair om de inhoud. Weliswaar trad hij vele jaren op als de woordvoerder van het Republikeins Genootschap, maar eigenlijk alleen omdat de andere leden van dat respectabele gezelschap het niet aandurfden zo openlijk naar buiten te treden als Republikein. Nee, de Republiek ging hem werkelijk aan het hart. Hij publiceerde er 4 boeken over en een onafzienbare stroom artikelen, waarin hij keer op keer hamerde op de ondemocratische kern die in onze democratie verscholen ligt. En die boodschap bracht hij steeds met veel overtuigingskracht. Het zal u dan ook niet verbazen dat mijn zus Ella en ik van jongs af met het republikeinse gedachtegoed zijn geïmpregneerd. Dat begon al met mijn geboorte. Het verhaal gaat dat mijn moeder, die op het punt stond mij op de avond van Koninginnedag 30 april 1969 ter wereld te brengen, door mijn vader onder grote druk is gezet mij niet voor middernacht het levenslicht te doen zien. En met succes, want op mijn geboorteformulier staat te lezen dat ik op 1 mei 1969 ter wereld kwam, om 8:08 s'nachts. Gelooft u het? Of dat echt waar is, dat kan u na afloop nog bij mijn moeder navragen. Misschien heeft hier toch enige geschiedvervalsing plaatsgevonden. Maar de Republiek was dus nooit ver weg bij ons thuis. Oranje kleertjes mochten wij niet dragen. Het Wilhelmus zongen wij niet. En er werd niet gevlagd. En Juliana of Beatrix hoefde maar ergens een lint door te knippen op het 8-uur-journaal. Of mijn vader ontstak in een tirade dat het ten eerste bespottelijk was dat deze mevrouw niks anders hoefde te doen dan op staatskosten linten door te knippen. Dat het ten tweede voor die mevrouw zelf toch ook geen leven was, de hele dag maar linten doorknippen. En ten derde dat het een schandaal was dat het journaal kostbare zendtijd wenste te besteden aan zo'n kul-item. En intussen waren we dan alweer halverwege het weerbericht van Erwin Krol. Zo was mijn vader een onvermoeibare bestrijder van de monarchie, zowel thuis als buitenshuis. Meermaals heb ik hem lezingen horen geven of in debat zien gaan met verdedigers van de monarchie. Dat kon er fel aan toegaan. Bijvoorbeeld op een avond in Monnikendam in het jaar 2002, of daaromtrent, Rieks, jij was daar de organisator. Was het in 2002? Zoiets, hè? Toen ging mijn vader de strijd aan met Arendo Joustra, hoofdredacteur van het weekblad Elsevier. Ja, de heren hadden blijkbaar niet goed gegeten of zo, of slecht geslapen, maar ze waren in ieder geval slecht gehumeurd, want van meet af aan hing er venijn in de lucht. En toen ik na afloop
voorzichtig informeerde bij de heer Joustra waarom het zo uit de hand was gelopen, vertelde hij me dat mijn vader van tevoren naar hem toe was gekomen en had gezegd: wel af en toe een beetje onder de gordel hoor, Arendo. Dat vinden de mensen leuk. Ook zijn slotlezing in de reeks Brandende Kwesties hier in de Bali was gewijd aan de monarchie. Jarenlang had mijn vader de Brandende Kwesties ingeleid en gemodereerd. En toen halverwege de jaren 90 deze mooie reeks ten einde kwam, toen mocht hij er een punt achter zetten. En die lezing werd misschien wel een van zijn vlammendste betogen voor de Republiek. Hij hoopte die avond echt zieltjes te winnen voor de goede zaak. Misschien hoopte hij zelfs dat zijn gehoor luid protesterend de Bali zou verlaten om op te trekken naar de Stopera of het Paleis op de Dam, ons stadhuis immers. Er spreekt althans een zekere desillusie uit een artikel dat hij een paar jaar later in 1997 schreef in de Groene Amsterdammer, waarin hij over die bewuste lezing zegt: na afloop was de teneur van de reacties grosso modo: mooie toespraak, maar je hebt me toch niet overtuigd. Men wil eenvoudig niet luisteren naar argumenten die strijdig kunnen zijn met de eigen irrationele voorkeur voor de hoge bescherming en het gevoel van veiligheid die het Huis van Oranje lijkt uit te stralen. Einde citaat. En dat was wat mijn vader ten diepste toch wilde, zijn gehoor overtuigen van de republikeinse zaak. Er school eigenlijk echt een soort activist in hem. Mijn vader is zich de laatste jaren van zijn leven met toenemend enthousiasme gaan verbinden aan activiteiten die de republiek dichterbij zouden brengen. Of op zijn minst een mentaliteitsverandering op gang konden krijgen. Het Republikeins Genootschap natuurlijk. En ook de Republikein, het periodiek dat na stevig lobbywerk van Jack-Jan Weerken en mijn vader uiteindelijk bij uitgeverij Bas Lubberhuizen werd ondergebracht. En begin 2005 ook weer hier in de Bali ten doop werd gehouden. Het eerste nummer werd toen overhandigd aan Marcel van Dam. En mijn vader trachtte hem in een tweegesprek tot enige republikeinse uitspraken te verleiden. Maar Van Dam, zo tekende Remco Meijer een dag later op in de Volkskrant, bleef stoïcijns. Hij noemde zichzelf wel republikein, maar dan toch vooral, zoals ik in zaken het geloof, een atheïst ben. Ik doe er niks aan. En het was die linkse houding, die lakse houding moet ik zeggen. Oeh. Ja, dat is een rare verspreking. Die lakse houding van intellectuele, politici, beleidsmakers, die mijn vader een doorn in het oog was. In hetzelfde groene artikel schrijft hij: dat is precies waarom ik me werkelijk kwaad kan maken, dat je de meest onafhankelijke figuren, journalisten, programmamakers, zich ritueel ziet vernederen zodra het om het Koningshuis gaat. Dat onwaarachtige Byzantinisme is de onverdraaglijkste kant van het circus rondom de monarchie. Ja, het is die houding die in schril contrast staat, ga ik een bruggetje slaan met de spreker van vanavond, die in schril contrast staat met de revolutionaire geest die zich zo'n kleine 2000 jaar geleden van de Batavieren meester maakte. En wellicht dat onze spreker van vanavond, Anton van Hoof, klassiek historicus, dan zei ik het toch nog bijna verkeerd, klassiek historicus, kan verklaren waar het de afgelopen twee millennia precies is misgegaan, Anton. En wellicht trekken we dan straks na afloop alsnog luid protesterend richting de Stopera. Ik geef nu graag het woord aan Anton van Hoof. Ja, dankjewel Thomas. Ik ga dus vanavond vooral praten, ik ben dus klassicus historicus, daarom noem ik mij dus maar klassiek historicus, vooral over dus de historische redenen waarom de Republiek moet worden hersteld. Maar zoals jullie zien, als ik dus praat over de Republiek en de wenselijkheid van het herstel daarvan, dan heb ik dus een formule 3P2H om principiële, pedagogische, politieke, humanitaire en historische redenen moet de Republiek worden hersteld. En een van de redenen ziet u ook al daar rechtsbovenaan. Namelijk wat u ziet is een wereldkaart Eurasië rond 1900. En zwart is monarchie.
En 100 jaar later ziet u dus dat de wereld wat lichter is geworden. Alleen aan de randen van Eurazië zijn nog hier en daar wat monarchieën overgebleven in landen die door de geschiedenis zijn overgeslagen. Dus in zoverre, en als je ook even kijkt naar de wereld, er zijn natuurlijk in de loop van de 20e eeuw heel wat landen onafhankelijk geworden. Geen daarvan heeft de monarchale vorm aangenomen. In zoverre is het dus echt de monarchie een doodlopende straat. Goed. De geschiedenis is met ons, maar we moeten wel de geschiedenis een duwtje geven, denk ik. Ik ga het vooral om historische motieven ga ik praten. Toch kan ik niet laten om iets over de principiële dingen en politieke dingen te zeggen. U ziet daar rechtsbovenaan het eerste artikel van onze Nederlandse grondwet. Een hele lange, aanmächtige zin over de discriminatie, iedereen op Nederlandse bodem enzovoort. Misschien nog toegespitster is artikel 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Ik wil koning worden. Op grond van dit artikel, volgens mij, is de monarchie in strijd met de grondrechten zoals die zijn geformuleerd door de Nederlandse grondwet. Je kunt niet waarmaken, dan moet men natuurlijk een kronkel gaan maken en beweren dat het staatshoofd geen ambt is. Nou, dan moet je wel een hele rare kronkel maken. Dus ik heb ook in de tijd verschillende keren voor gepleit, maar helaas heb ik mijn geestverwant niet kunnen meekrijgen. Ik heb gezegd, toen dus die troonwisseling zat aan te komen, stel een kandidaat. Femke Halsema, Klaas de Vries, ik noem maar even een paar mensen. Desnoods was ik bereid om koning te worden. Want je mag namelijk nooit de geter willen. Hè? Je moet een soort martelaar spelen, dus ik ben bereid om dit kruis op mij te nemen. Ik was bereid. Hè? Om dus in ieder geval de geldigheid van de kandidatuur te laten vaststellen. En dan weet ik wel, in Nederland zou je bij de rechter natuurlijk geen gelijk krijgen. Maar misschien bij de Europese rechter. We hebben meer voorbeelden dat via Straatsburg Nederland wordt gedwongen zijn eigen grondwet toe te passen. Ik wil niet vreemdelingrecht vinden, een paar van die voorbeelden. Dat was een spel geweest dat ik graag gespeeld had. Want wij gaan eens kijken of we inderdaad niet op grond van de grondwet kunnen afdwingen dat je dus iedere Nederlander benoembaar is voor het koningschap. Goed, principieel. Dan humanitair. Dat is al even gezegd door Thomas. Aanhakend met zijn vader, dat het zo zielig is dat mensen in zo'n rare rol worden gedrongen als lintenknippers. Dat is dus onmenswaardig. En ik heb hier een voorbeeld. In 1997 had je het coming out van Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Hij had een vlaaggesprek met Paul Witteman. Nou, uiteraard geredigeerd en geknipt, maar goed, hij sprak. En ik weet wel, ik zat dus gelijktijdig in de studio van Met het oog op morgen, want ik zou een uur later dan commentaar mogen leveren op dit interview. Nou, en dat was natuurlijk een heel vriendelijk gesprek en Paul Witteman was niet al te kritisch. Maar op een gegeven moment vroeg Paul Witteman, en ik vertaal even zijn woorden zo scherp, vroeg zij niet, of het niet erg was om altijd omringd te zijn door ja-knikkers, door vleiers, door... Hè? En toen zei Willem-Alexander, nee, dat zag Paul Witteman helemaal verkeerd, want hij maakte nu werkbezoeken en van tevoren kregen de mensen instructie om hem tegen te spreken. Dodelijk, hè? Beetje dom, hè? Beetje dom. Ja, een beetje dom. Maar goed, ik wil maar zeggen, hier zie je dus hoe onmenselijk het is. Ik denk dat ongeveer de slechtste opvoeding is om als koningskind te worden opgevoed. Omringd door altijd die vleiers en die lakeien en die mensen die je altijd prijzen. Dus daarom, rechtsbovenaan ziet u een van mijn recente publicaties, die ook hier liggen trouwens. Marcus Aurelius, die keizer van het Romeinse miljoenenrijk. En die zegt ergens tegen zichzelf, laat je niet verkeizeren. Die heeft gevaar gezien van omringd te zijn door in zo'n hof door allerlei mensen die alleen maar je goed de hemel in prijzen. Dat is ook slecht voor je karakter. Dus, trouwens, moet je je voorstellen, het lijkt me ook verschrikkelijk om een baan te hebben. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk een luizenbaan, want hij zegt in dat interview ook van ja, ik ben na een lang beraad is hij dan toch bereid, heeft zichzelf bereid gevonden om dit martelaarschap op zich te nemen. Nou ja, ik zou zeggen, dat is geen mooiere luizenbaan dan koning te zijn. Waar vind je een baangarantie voor het leven? Dat heb je tegenwoordig. Hè? Je mag zelf je pensioenleeftijd bepalen. Nou, dat zijn nogal voordelen. Dus dat zo'n zwaar lijden is, dat geloof ik helemaal niet. En dus deze keizer, die heeft al dat gerealiseerd en die zei dus, laat je niet verkeizeren. Heel, heel goed. Het lijkt me verschrikkelijk om dus een baan te hebben, dat je moet zeggen, ik heb die baan gekregen omdat ik dus van hoofd van achter heet. Dat moet er verschrikkelijk zijn. Ik heb nog de pretentie dat ik in ieder geval mijn werk heb gekregen omdat ik iets betekende, omdat ik iets gepresteerd heb. En dat zijn banen die alleen maar op grond van je familienaam worden gegeven. Slecht. Humanitair, onmenselijk. Het is niet... Nou, ik ben dus sinds ik kon denken,
Ben ik republikein? Als je even doordenkt, dan zeg je die. De monarchie is natuurlijk een monstrum. En ik was al republikein in 2001, nou al veel eerder dus. En toen maakte ik zelf iets moois mee. Namelijk, 2001 was het jaar waarin ik bezig was om mijn bruid, Letse, dus toen nog buiten de EU, naar Nederland te importeren. En volgens de Vreemdelingenwet moest de partner in het buitenland afwachten om een verblijfsvergunning te krijgen met het oog op een huwelijk. Dan werd onderzocht of er sprake was van een liefdesrelatie, heel vernederend. Of je dus als Nederlandse partner die vreemdeling kon onderhouden. Wat ze in Nederland ook niet vragen als je trouwt, kun je je partner onderhouden, maar allemaal moest gedaan worden. Nou, wij dus, ik ben heel wettisch, dus ik onderwierp mij aan de wet. Dus we hebben elkaar, dus mijn bruid bleef buiten. Gelijktijdig was er een andere Nederlandse burger, Willem-Alexander van Oranje-Nassau. En die had ook een buitenlandse bruid, ook buiten de EU. En die was hier. Die was hier tegen de Vreemdelingenwet. En die kreeg dus op haar verjaardag Nederlanderschap. En mijn toen vrouw, die heeft keurig netjes het examen gedaan, Nederlands en zo. Die is gewoon door de procedure gegaan. Zij niet. En ik heb toen, dat zie je dus hier, toen had ik dus een artikel geschreven in de Volkskrant. Je mag er van de kroonprins verwachten dat hij zich tenminste aan de grondwet houdt. Artikel 1 bijvoorbeeld, die gelijkheid. Nou, dat had ze onmiddellijk gevolgd. Toen werd ik opgebeld of ik de volgende dag in het Buitenhof kon komen. En hier ziet hij mij dus bij in het Buitenhof met Paul Witteman praten over dus de ongelijkheid. Ik heb toen een klacht ingediend bij de commissie Gelijke Behandeling. Jan is er nog bij geweest toen een paar later die zaak werd behandeld. En toen werd er gezegd, wij zeiden dus ja, artikel 1 zegt duidelijk, en discriminatie op welke grond dan ook. En ik leid onder feodale discriminatie, waar nooit iemand aan denkt dat het nog bestaat. En toen zei ze, nee, daar gaan wij niet over. een goede leer was dat. En nog bovendien heb ik ook nog iets van geleerd, dat weet ook niet iedereen. Ik was toen natuurlijk lekker fel en ik dacht, ik ga er een mooie zaak van maken. Dus ik genoot van de stampij die ik veroorzaakte. Toen die klacht indiende bij de commissie Gelijke Behandeling, had ik 's morgens dus een persbericht uitgestuurd naar het ANP. En 's middags stonden televisieploegen voor de deur van de universiteit. Dus dat was wel prachtig. En toen heb ik ook nog, dacht ik, ik ga toch iets doen. Ik wil graag een kort geding tegen de staat voeren. Ik wil voor mezelf dezelfde rechten opeisen als die andere burger. Ik ben naar het advocatenkantoor van Britta Beulen gegaan, hier in Amsterdam. En wat zei ze, we zouden het graag doen, maar de zaak is niet ontvankelijk, want de Nederlandse grondwet is geen wet. Je kunt je in Nederland niet op de grondwet beroepen. Dat is dus anders dan bijvoorbeeld in Duitsland. Daar kunnen dus burgers op grond van de wet, grondwet zeggen. Een heel praktisch voorbeeld kennen we. Burgers uit Beieren, die op een gegeven moment zeiden, in de openbare scholen horen geen kruisbeelden thuis. Scheiding kerkstaat. Zijn naar Karlsruhe gegaan, hebben gelijk gekregen. Beieren heeft zijn wetten moeten veranderen. Nederland kan dat absoluut niet. Dus wat dat betreft is dat een van de voorbeelden, want er wordt altijd gezegd dat Nederland zo'n prachtige democratie is. Het is een van de voorbeelden waaruit blijkt dat het helemaal niet zo perfect is. Maar een van de voorbeelden, er zijn er veel meer van. Monarchie en dus de grondwet, die niet een echte wet is. Het is wel allemaal goed gekomen. U ziet hier dus de producten van mijn doorzetten. Mijn vrouw en mijn 3 kindertjes. Europeaantjes, die alle 3 ook 2-talig zijn, zowel Nederlands als Letts spreken. Dus dat is allemaal goed gekomen, dat wist ik ook wel. Maar het is toch een interessante testcase was voor mij geweest. En met name dus, kijk, ik wist wel dat ik zou voldoen aan de eisen. Want mijn inkomen was natuurlijk hoog genoeg. Maar nog steeds is het zo dat jonge Nederlanders die in het buitenland een partner opdoen, die kunnen niet terugkomen. Die kunnen niet terugkomen, want die voldoen niet. Want de eisen is een vaste baan in Nederland. Heb je niet. Als je 25 bent of 30 en terugkomt. Dus wat gebeurt er? Die blijven in het buitenland. Nederland is dus verband zijn jonge mensen op grond van deze vreemdelingenwet. Nou, oké. Dat was dus eventjes mijn eigen lijden. En nu dus de historische redenen. En ik zal dus een duik maken in de geschiedenis, de Bataafse opstand. En daarna dus gaan naar wat die Bataafse opstand heeft betekend voor de Nederlandse Republiek, die wij zouden moeten herstellen. Nou, de Bataafse opstand als legitimatie van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dat is dus mijn historisch onderwerp. En ik kom uit Nijmegen, zoals jullie allemaal weten, de oudste stad van Nederland. En op de Valkhof heb je een prachtig uitzicht over de Waal en de Waalbrug. En daar staat een mooie inscriptie, namelijk, hier stond hij, hier tandenknarsend, hier met grimmig gelaat, zag Claudius, dat is Claudius Civilis, die we tegenwoordig Julius Civilis noemen, zag Civilis dat dus die Romeinse legioenen, die wrekende troepen, eraan kwamen, zaten te komen. En dit is een gedicht van Huygens, die zich voorstelt dat
civiles zich realiseerden dat de zaak bijna verloren was. Nijmegen werd belegerd door de Romeinen en hij stak de stad op Idumatavorum in brand en vluchtte naar de Betuwe. Vroeger heeft men gedacht, dit klopt allemaal niet, hè, dat Opidumatavorum heeft een beetje meer in het oosten gelegen, maar tegenwoordig, laatste opgraving hebben dus aangetoond dat het wel degelijk daar is geweest. Dus het kan best zijn dat hij daar inderdaad tandenknarsend heeft gestaan, onze nationale held. Waar zitten we? Hier zit u de hele oudheid, hè, ik ben leraar, dus ik maak altijd schematjes. Hier zit u de hele oudheid op één velletje papier. Als ik zeg altijd, als je iets begrijpt, moet het op één A4'tje kunnen. En dan ziet u dus honderden jaren, hè, van 1700 voor Christus tot 500 na Christus. In groen ziet u de verschillende periodes van de Griekse geschiedenis. Met de expansie ziet u Alexander de Grote, die gaat dus het hele Midden-Oosten veroveren. En dan krijg je de Oikoumen, de bewoonde wereld. En hier ziet u rood het koekoeksjong Rome, een late starter. Rond 200 breekt het door als het dus Hannibal, de Puniërs, verslaat. Dan gaat het heel snel. Dan wordt Rome de supermogendheid. En uiteindelijk wordt het een territoriaal rijk, het Imperium Romanum. En je zou kunnen zeggen dat omvat dus politiek, hè, een reeds lang bestaande culturele eenheid, die van de Grieken. Nou, en daarbinnen dus, rond het begin van de jaartelling, krijg je dus een monarchale, militair monarchale vorm, keizerschap. En waar dus die Bataafse opstand zit, is dus in deze jaren, 69-70, aan het begin van de regering van de Flavische keizers. En daar heb ik dus een boek over geschreven dat ook hier ligt. Het Romeinse Rijk ziet er dan zo uit. Het is in wezen gevormd. De kring van landen heeft zich gesloten rond de Middellandse Zee. Echt Mare Nostrum is de Middellandse Zee geworden. En u ziet daar ook de crisishaarden. In het oosten de Joodse opstand die zich afspeelt. En daaraan danken die Flaviërs ook hun keizerschap. Want ze hebben daar grote legioenen achter zich. Daarmee dempen ze de opstand. Maar marcheren vervolgens naar Rome toe. En u ziet een andere crisishaard. Namelijk in het noordwesten de Bataafse opstand. En dat zijn dus grote crisis geweest. Dat moeten we niet onderschatten. Ik zal ook straks betogen dat dat niet zomaar een klein gebeuren is geweest, niet een kleine rebellie, maar echt dat Rome eventjes gesidderd heeft over wat daar gebeurde. We beginnen eventjes terug, hè, naar de voorganger Nero. Die kennen we allemaal als één slecht keizer. Retromeinse keizer van vier letters, Nero. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden, waarschijnlijk van onrechten, voor het aanstichten van de brand van Rome. Zit hij onderaan. Vandaar dat we ook een bekend brandprogramma voor DVD's en CD's hebben geheten Nero. En uiteraard, dat hoort bij zo'n keizer, was hij zeer liederlijk. Nou, dat is het beeld van de keizer. Met name heeft hij het verspild. Ik heb hier overigens, dit is een munt van de keizer. Ook in het Grieks staat Nero een keizer, een echte munt. En u mag straks die munt betasten. Ik heb hem hier liggen. Een echte Romeinse munt is dat. Dus dan hebt u 2000 jaar, mag u even in handen hebben. Dit is een forensische reconstructie van zijn hoofd, op grond van de munt, portretten en andere dingen, met name ook dit ding. Dit is een graffito gemaakt door een Romeinse soldaat, staat erbij, in een paleis in Rome. Het was een beetje Elvis Presley-achtige kop had hij eigenlijk. Ja? Rossig en zo'n beetje dik. En ook zo'n stierennek, dat kun je ook op de munten ook zien. En ik heb er ook daar een boek over geschreven, over Nero en Seneca. En ik ga hem niet goed praten hoor, maar je moet een beetje begrijpen wat er met deze Nero aan de hand was. Vooral jonge mensen die zeggen onmiddellijk, ik weet niet, hè. Dit is Justin Bieber. Hè? En je moet je voorstellen, die Nero die was nog geen 17 jaar toen hij keizer werd. Hè? En dat, je moet wel hele sterke benen hebben om die wil te kunnen dragen. In zoverre kan ik een beetje begrijpen dat het met Nero fout is gegaan. Hè, een man die gewoon over het paard getild is, veel te vroeg in zijn jeugd, omringd door lakeien en ja-knikkers enzovoort. Dat verklaart ook een beetje zijn ontaarding. Nou, hier zit die brand van Rome. En die brand van Rome, dus die werd naar hem toegeschreven, waarschijnlijk een onrecht, waarschijnlijk gewoon zo'n ramp zoals ze regelmatig in grote steden voordoet, denk aan Londen 1666. Maar niettemin, dus hij werd dan beschuldigd. En toen heeft hij dus gezegd, nee, niet ik heb het gedaan, maar de christenen hebben het gedaan. En hier zien we een groot schilderij uit de 19e eeuw, waarin Nero een aantal opgepakte christenen, die hij dus beticht van die brandstichting, als tuinfakkels verbrandt. Ziet u hier aan de rechterkant, ziet u? Gewekkeld in netten en pek worden ze hier in brand gestoken. Hier ligt Nero op zijn in zijn draagkoets, met een pantertje erbij. Hier zie je allemaal tekenen van decadentie, al die half ontblote figuren, zoals we dus Rome kennen. En met name dus dat feit dat hij ook christenen heeft vervolgd, heeft hem dus extra gehaat gemaakt. Daarom is hij het type van de slechte Romeinse keizer geworden. Het is een enorm doek. Hier ziet hij winter in Krakau en ze zijn het hier aan het opschilderen. Dat zijn echt enorme historische schilderstukken, zoals je ook in het Rijksmuseum hier in Amsterdam kunt zien, uit de 19e eeuw. Goed, we gaan dus nu naar de gebeurtenissen toe. We zien hier het Romeinse Rijk in de nadagen van Nero. En wat gebeurt er? In verschillende delen van het Rijk rebelleren generaals.
En je ziet daar dus Galba, Otto Vitellius, die allemaal een paar maanden regeren in Rome, erkend worden door de Senaat als keizer. En Lachende Vierde is de grijze Vespasianus, die, zoals gezegd, in het oosten bezig was de Joodse opstand te dempen. Daardoor een groot commando had, veel legioenen achter zich had, die goed getraind waren. En met die legioenen marcheert hij naar Rome en daarmee geeft hij dus de doorslag. Hè? Want dat moeten we nooit vergeten, het Romeinse keizerschap is altijd in wezen een militaire monarchie. En juist op het moment van crisis zie je dus de werkelijkheid. En dus als ik dit vertel, dan moet ik altijd weer denken aan een anekdote. Ik weet niet of het waar is, maar de anekdote is mooi. Namelijk op de conferentie van Yalta, waar de grote drie praten over de toekomst van Europa na Hitler. Hè, zaten ze met z'n drieën te praten. En toen schijnt Churchill gepleit te hebben voor toch een speciale positie van de paus in Europa. En toen moet Stalin hebben gezegd, die paus, hoeveel divisies heeft hij eigenlijk? Ja, en dat is eigenlijk, kon je dus ook zeggen, hè, hoeveel legioenen heb je eigenlijk? Nou, Vespasianus had de meeste en de beste legioen en won daarom. Dus daarmee werd de crisis in het oosten bij de Joodse opstand gedempt. Maar in het noordwesten was iets aan de hand. Hier zien we twee munten. Daar keizer Vespasianus met zijn, ja, zijn een beetje ruwe kop is dat. Ik moet zeggen, je mag hem wel graag. Het is een beetje een nuchtere figuur. Een beetje, het was zeker niet van adel. Een beetje, hij ziet eruit als een beetje president Johnson. En rechts zijn zoon, die dan weer een slechte keizer was, Domitianus. En ook die munten liggen hier. De linkse is onecht, dat is een mooie replica, maar de rechte is een echte. Dus ook dat mag u straks in handen nemen. Goed, dit was dus mijn boek. En ik ga nu uitvergroten een van de hoofdstukken eruit, namelijk die Bataafse opstand. Hoe die een rol speelt in de machtsgreep van de Romeinse keizers van het huis van Flavius. Het is een heel bijzondere gebeurtenis, toch wel. Want als we dus Romeins Nederland kennen, dan kennen we dat eigenlijk alleen maar uit archeologie. Behalve de Bataafse opstand. Die is zo belangrijk geweest dat de geschiedschrijver Tacius daar zeer uitvoerig over geschreven heeft. Je ziet hier dus de vertaling van Hooft, van de jaarboeken, de Annales en de Historien. En in de Historien wordt dat verhaal zeer uitvoerig verteld. En daar weten we dus heel veel van. En dat maakt dus duidelijk. Dus één keer komen wij in de geschiedenisboeken voor van Rome. Ja? Dus dat maakt het belang ook weer duidelijk. Hij vertelt dan, en ik weet niet wat van jullie nog op school hebben gehad, maar vroeger was dat natuurlijk een klassiek verhaal. Hij vertelt dat 50 voor Christus de Bataven de Rijn komen afzakken. En we zien dus daar linksbovenaan op een aandoenlijke schoolplaat uit de 19e eeuw hoe iemand in een klein bakje de Rijn aan het afzakken is. Links ziet er iets echter uit. In 1980 hebben nog journalisten van de Panorama het overgedaan. Ze kwamen uit Hessen waarschijnlijk. Waar de Gatti wonen, was Gatti waarschijnlijk ook nog de naamgever van Hessen. En ze vestigden zich dus ergens in het rivierengebied. En dat is dus dat in rood aangegeven. Dit is waarschijnlijk een correctere weergave. Het omvatte dus de Betuwe. Het Betuwe is Batavia, is afgeleid van het woord van de Bataven, het eiland van de Bataven. Maar ook een flink stuk Noord-Brabant was erbij. Dat was het land van de Bataven, met als hoofdstad Nijmegen. Dat was dus het oppidum, de vesting van de Bataven. Nou, hier hebben we het terrein van de opstand en ik zal straks snel het panorama van de opstand of de revue laten passeren. Maar ik zal eventjes de grote lijn laten zien, dan weet u waar we zitten. Namelijk, de opstand begint dus hier, in dit gebied. Heel gauw gaan de kandidaten meedoen, dus het breidt zich uit in dit gebied, de Vriezen ook mee. En dan in de loop van korte tijd gaat het zich uitstrekken langs de hele Rijn, tot aan Mainz toe. Trier doet mee, de Tongeren doet mee. Dus op een gegeven moment gaat echt die hele noordwestkant van het Romeinse Rijk lijkt te bezwijken. En dat geeft grote angst in Rome. Bijvoorbeeld het feit, dat word ik vergeten te vertellen, dat ik me meteen doe. Op een gegeven moment worden 8 legioenen gemobiliseerd. En het Romeinse leger bestond uit ongeveer 30 legioenen. Dus een enorm percentage van het Romeinse leger werd dus gereed gemaakt om de opstand te onderdrukken. Dat is een hoger percentage dan Nederland als, van zijn luchtmacht als F-16's naar het oosten stuurt. Om even duidelijk te maken hoeveel gewicht dit toch had. Dus het is niet een opstand die je mag verwaarlozen. We gaan even naar Nijmegen kijken. Waarom Nijmegen? Hoogtekaart van Nijmegen. Ik neem aan dat de meesten van jullie wel Nijmegen kennen. En ik woonde dus al vanaf mijn studententijd. Prachtige stad. En dus zeer aantrekkelijk omdat het op een hoogte ligt. Je ziet het daar ook de hoogtekaart. Daar springt dus een heuvel uit tot aan de rivier toe. En dat was natuurlijk altijd een vanzelfsprekend punt om je daar te vestigen. En met name de Romeinen, dat is ook een plateau. En de Romeinen wilden graag rechthoekige kampen kunnen aanleggen. Dat was een plateau waar ze grote kampen konden aanleggen. Dus daarom is dat zowel voor de Bataven zelf, die dan waarschijnlijk meer bij de Waal hebben gezeten, als de Romeinen die iets meer naar het oosten hebben gezeten op het heuvelplateau, een natuurlijke uitvalsbasis.
En dat Nijmegen dus heel wat betekend heeft, dat blijkt uit deze vondst. Een jaar of 30 geleden is dat gevonden bij de aanleg van de parkeergarage. Toen waren de graafmachines bezig en aan de rechterkant of aan de linkerkant kunt u zien, zo'n grijper heeft zo'n steen op een gegeven moment uit de grond getrokken en beschadigd ook. En dat is een steen waarop je iemand ziet offeren. He, op een altaartje, op de achtergrond of rechts op die steen staat een overwinningsgodin die man bekranst. En op het voetstuk, het altaartje, staat Tiberius Caesar. Dat is dus de latere keizer Tiberius, in die tijd bevelhebber van de troepen in deze streken om Germanië te veroveren. Want dat is de grote droom van de Romeinen geweest, om de grens te verleggen tot aan de Wezer of de Elbe. Nou, Nijmegen heeft daarom ook in 2005 zijn 2000-jarig bestaan gevierd, he, want daar heeft dus een grote zaal gestaan, u ziet daar links een reconstructie van. En rechts ziet u een modern kunstwerk dat op gebaseerd is voor het museum het Valkhof. En dat is dus de reden waarom Nijmegen zegt, we zijn de oudste plaats van Nederland, 2000 jaar oud. Dat hebben we ook gevierd, de oudste stad van Nederland. Op een gegeven moment vond men die kreet een beetje te belegen en heeft er nu van gemaakt altijd Nijmegen. Eeuwig Nijmegen. Nou, zo spelen we er met ons verleden. Die veroveringen, dus in 5 na Christus moet Tiberius een overwinning hebben behaald. Maar kort daarna gaat het fout in de beroemde beruchte slag bij het Teutoburger Woud. Je ziet hier een grafsteen van een soldaat die gesneuveld is in de Variaanse oorlog. Dat staat Bello Variano. Variano Bello vindt zich in Bonn. Die is gesneuveld. En u weet dus, de Duitsers zijn daar beren trots op. In Detmold heeft men een enorm monument neergezet voor Arminius. Denkend dat daar het Teutoburger Woud lag, maar dat is niet zo. En trouwens, in Nederland heeft men ook wel gedacht dat het Varsseveld was. Hè, want de bevel van de Romeinen wel heette Varus. En men heeft gedacht, Varusveld. Dus ja, een heleboel plaatsen die hebben gestreden om waar lag het. Goed, dan gaan we even kijken. Hè, wat ik nu vertel in aantal punten is het verhaal zoals Tacitus het zeer uitvoerig vertelt. Dus echt een zeer uitgebreid verhaal. En u ziet dus daar, die Augustus die kampen heeft. Hè, dan 5 na Christus, dan 9 na Christus. De slag in Teutoburger Woud is inmiddels gelokaliseerd in Kalkriese, in Neder-Saxen. Daar zijn er ook Romeinse resten gevonden, dus dat is echt ook de plaats waar het moet gebeurd zijn. Dan gaan we kijken naar hoe komen die Bataven nou in beeld. Namelijk de stamhoofden van die, je moet je voorstellen, die Bataven waren een soort Gurka's of Ambonese. Zo'n randvolk dat hulptroepen leverde aan de Romeinen, onder eigen bevelhebbers. Dus ze werden geen legionairs, maar waren dus hulptroepen. En de leiders daarvan, die werden Romeins burger. En dat blijkt uit de namen, want de man heet dus Julius Civilis. Genoemd naar waarschijnlijk Augustus, het kan ook Agricola, Caligula zijn, maar in ieder geval naar een Julius. En zijn broer, die heette dus Paulus, Claudius Paulus. Die is onder Claudius is die kennelijk Romeins burger geworden. Dus dat is het patroon, de leiders worden geromaniseerd, maar leiden dus als leiders wel hun eigen stammen. En dat gaat problemen geven. Want eerst plaats dus Civilis zelf of zijn broer, en die raken in moeilijkheden. Zijn broer wordt dus door de Romeinen geëxecuteerd. Hij zelf wordt op een gegeven moment gevangen genomen, weet er aan te snappen, wordt weer gevangen genomen. Dus hij heeft zelf een heel persoonlijke wrok. En speelt dan in op de gevoelens bij de Bataafse stamhoofden. Want wat gaan de Romeinen op een gegeven moment doen? Die gaan dus lichtingen houden onder de Bataafse jongens, buiten die stamhoofden om. Dus die doorbreken dus het stampatroon. Die voelen zich dus bedreigd in hun positie. En daar gaat Civilis op inspelen en die nodigt dan in een heilig woud, waar we de ligging niet van weten, de stamhoofden bij elkaar. En daar besluiten ze dus om in opstand te komen. En dat is een beroemde scène. Hier zien we dus nog eventjes hoe dus Claudius Paulus wordt afgemaakt, de Otto van Veen. De hele Bataafse opstand is gedocumenteerd, is getekend in Etzen, de Otto van Veen in 1612. En die heeft ook dus dat beeld van die Claudius Paulus, die wordt terechtgesteld. En dan krijgen we hier de lichting. Hier zie je dus hoe Romeinse soldaten ruw allerlei jongeren meeslepen. En dat zet dus veel kwaad bloed bij die leiders van de Bataven. En dan dus de maaltijd in het heilige woud, waar ze samen zweren. Hij voert ze eerst dronken en dan gaan ze de eed zweren. En nog bekender natuurlijk deze eed is natuurlijk het schilderij van Rembrandt. Dat kennen we allemaal. Dus de eed van Claudius Civilis. U weet dat schilderij was door Rembrandt gemaakt, is dus al vrij snel na de voltooiing afgekeurd. Het was bedoeld, zo heeft het geweest, het is versneden.
En het is in Stockholm terechtgekomen. Toon bevindt zich weer in het stadhuis, hè, het oude stadhuis van Amsterdam, op zijn juiste plaats. Dan kun je zien hoe het geweest moet zijn. Waarom het afgekeurd is, is een kwestie van een onderwerp van debat. En volgens sommigen heeft het ermee te maken omdat hij Civilis iets te realistisch had afgebeeld. Namelijk, hij was eenoogig en Rembrandt schildert dat ook duidelijk. En dat was niet zo mooi. Dat zou een reden zijn geweest waarom dus de kunstkenners van Amsterdam dit toch schilderij niet de moeite waard vonden. Nou, dan krijgen we, dat was ook net zijn, de kanifaten gaan meedoen. En ook dat is zo'n icoon van de Nederlandse geschiedenis. Namelijk, die kanifaten die roepen dus iemand uit tot bevelhebber voor de tijd van de oorlog. Brinio of Brinno. En die wordt op een schild heen en weer gedeind. Dat was de manier waarop men iemand dus uitriep tot legerleider. En ook dat is dus een onderwerp van veel schilderijen. Je ziet hem dus hoe die gedeind wordt. Hier dan allerlei etsen en schilderijen ervan. Rechts een beetje een spotprint ervan. En dan schoolplaten. Links zit die Brakenziek en rechts zit die paar schoolplaten waar iedere keer weer voorkomt Brinio op het schild geven. Nou, we kennen de uitdrukking op het schild heffen. Dat komt hier vandaan. Ja? Goed, dan gaan we kijken hoe de opstand verder verloopt. Die kanifaten gaan dus meedoen. Hè, en je ziet dus in pijlen wat er gaat gebeuren. Namelijk, de opstand gaat zich al vrij snel uitbreiden. Hè, ik heb het al aangeduid, de Belgen gaan meedoen. Hè, de Friezen gaan meedoen. En met name wordt dus heel belangrijk het beleg van Castra Vetera. Dat bevindt zich in de buurt van Xanten. Het is niet de tegenwoordige Xanten. Het Romeinse heropgebouwde Romeinse stad die je nou kunt zien lag meer tegen de heuvels aan. Het oude kamp was dat. Het was eigenlijk ook zo'n kamp als in Nijmegen heeft gelegen om dus uiteindelijk Germanië te veroveren. En daar trok een Romeins legioen zich terug en dat werd belegerd door Civilis. En dat is een van de belangrijke momenten in de hele opstand, die belegering van Castra Vetera. En het breidt zich dus snel uit. Hè? En wat Civilis doet, en daar hebben we het verband met dus de Rood-Romeinse geschiedenis, hij doet het voorkomen alsof hij een aanhanger van Vespasianus is. Een van die troonpretendenten, dat hij deelneemt aan de burgeroorlog. En terwijl dus veel van de soldaten in die tijd nog aanhanger van Vitellius waren, de vorige keizer. Nou, daar speelt hij op in. En hier zien we dan Otto von Veen, de belegering van Castra Vetera. Zo is het niet geweest. Het is maar een prachtige impressionistische schilderij van een soort middeleeuwse stad met torens en weet ik wat. Zo was het zeker niet. Het was een marskamp, dus niet zo moeilijk eigenlijk om te veroveren. Maar dat duurde heel lang, want de Bataven waren niet zo erg ervaren in het belegeren van steden en kampen. Dus het duurde heel lang. Allerlei pogingen van de Romeinen om het te ontzetten mislukken. Dat ziet u ook hier in beeld gebracht. Dat dus de Romeinen doen allerlei pogingen om nog weer terug te komen. Maar het gaat allemaal fout. Romeinse eenheden moeten zich dus terugtrekken. Bonn en Neuss die worden opgegeven. Keulen speelt een beetje een soort neutrale rol daarin. Maar even lijkt het heel goed te gaan, want ook in Trier gaat meedoen. Hè, en dan zien we dus, dat ziet u dus, even kijken, waar zou je in punt 8 staan. Dan schrikken de Romeinen erg, want een van die leiders, de Trivier Classicus, ook weer een Romeinse naam, die zegt, ik ben bevelhebber van de Galliërs. Dus die lijkt een onafhankelijk Gallië te gaan stichten. En daar schrok de Romeinen ontzettend van. Daar ging het Rijk ging kapot te gaan. Oké. Dan uiteindelijk dus, geven de mensen in Castra Vetera de Romeinen zich over. Civilis belooft vrije aftocht, maar als ze dan aftrekken, dan worden ze dus vermoord of afgemaakt. He, volgens de verhalen had Civilis dat niet gewild en waren dat brute Germanen die dat zomaar deden. In ieder geval, die worden afgeslacht, de legioen. En dan krijgen we ook weer zo'n moment, zo'n bekende geschiedenis uit deze hele affaire, namelijk Civilis laat dan een aantal Romeinen, gevangen Rome-Romeinen, gebruiken als schietschrijven voor zijn zoontje. Die mag pijlschieten oefenen op levende doelwitten, als vernedering van die trotse Romeinen. Dat zien we hier in beeld gebracht en hier dan in schilderij. Ook dat is een van de iconen van de Bataafse opstand. Ja, en dan op een gegeven moment gaat de kentering komen. Dus dat pijlschieten is nou niet helemaal het hoogtepunt. Eventjes worden de kampen van Novesium en Bonn verlaten. Dat heb ik al even al gezegd. Nog even een overwinning. Maar dan ziet u dus bij 5 en 6 gaat de kentering komen. De Gallische stammen gaan terugkrabbelen. Die worden weer goede vriendjes met Rome. De Lingoonse opstandelingenleider die ergens in Gallië zat, die leidt een nederlaag. En die gaat 9 jaar gaat die onderduiken. Dat is ook een heel dramatisch verhaal. En namelijk, hij vestigt zich in een kelder onder het huis waar zijn vrouw woont en die inmiddels ook nog een paar kinderen geeft. Maar na 9 jaar wordt hij dus uit zijn onderduik gehaald en
alsnog terechtgesteld door Vespasianus. En ook zijn vrouw en kinderen worden afgemaakt. Maar in ieder geval, dat is het moment, de omslag. En dan zie je dus dat langzamerhand, langzaam hebben de Romeinen ook hun verzet georganiseerd. Vespasianus is keizer geworden. Stuurt generaals naar de Rijn, met name dan Cerialis. En vanuit Mainz, dat altijd Romeins is gebleven, rukken ze dan op langs de Rijn. Met allerlei verwikkelingen, soms overwinningen van de opstandelingen, soms van de Romeinen. Worden ze langzaam teruggedreven naar de uitgangsbasis, namelijk het land van de Bataven. Goed, maar ik heb al gezegd, dus in ieder geval er waren 6 legioenen waren in bedrijf en er waren nog 2 legioenen in aantocht. Wat nogmaals dus heel duidelijk maakt hoe ernstig de Romeinen de zaak namen. Nou, en dan dus trekt Civilis zich terug in Nijmegen. En daar is dan deze balustrade aan te danken, althans die tekst aan te danken. Want hij besluit dus dat hij Nijmegen toch niet kan houden. Vlucht dan, trekt zich dan terug over de rivieren in de Betuwe. En organiseert ook die rivieren zo dat ze een waterlinie vormen, wat dat betreft, herhaling van de geschiedenis, om de Romeinen de overtocht onmogelijk te maken. En houdt ze dus nog een hele tijd, stand in de Betuwe. Dat zien we dan hier in beeld gebracht. Dus hier weer terug zijn we in het rivierengebied. En Civilis weet nog de Romeinen het heel moeilijk te maken. En de Romeinen nemen waarschijnlijk toch aan dat ze niet echt Civilis kunnen verslaan. Ondertussen dus worden er dus voerhorens uitgestoken tussen die Romeinen en de Bataven. En uiteindelijk ziet hij dan bij 10 staan. Civilis vraagt een onderhoud met Cerialis. En dat vindt plaats op een brug waarvan het middenstuk is afgebroken. Aan weerskanten staan dus die mensen te onderhandelen, bang dat ze dus slachtoffer zullen worden van verraad. Vandaar dus de afgebroken brug. Nou, die afgebroken brug, dat is heel tragisch, want de historie van Tacitus, die dat hele verhaal dat ik nu net heb geschetst, en u kunt al mijn boek nalezen, vertelt, dat stuk van Tacitus breekt opeens af. Nu ziet hij het ontstaan in rood, het afbreuken, dat is de vertaling van hoofd van die brug die afgebroken is. Nog even in schuin gedrukt ziet u wat voor moois Civilis nog allemaal zegt. Dat hij dus nooit heeft willen buigen en dat het koningschap iets voor de Aziaten. En dan breekt de tekst af. De rest van de tekst hebben we niet over. Dat is heel, heel, heel pijnlijk. Dus de rest moeten we fantaseren, speculeren, maar we kunnen dat wel goed. In ieder geval, hier ziet u dan zo'n schilderij, de onderhandelingen aan weerskanten van de afgebroken brug. Of hier, Slotte van Veen weer, een soort grachtenbrug heeft hij zich voor. Of nog mooier, bovenaan ziet u een Victoria zweven. En dan links de schoolplaat die ook gebruikt bij de aankondiging van deze lezing. Een schoolplaat uit de 19e eeuw, rechts een plaatje uit een schoolboek. En op een of andere manier, en dan zijn we weer bij Otto van Veen, is het verdrag, is de harmonie tussen Romeinen en Bataven hersteld. U ziet daar dus, let op die teksten, daar staat dus op Roma en Batavia. Die sluit dus op voet van gelijkheid, althans volgens deze voorstelling, weer een bondgenootschap. Hieromheen staat dus het bondgenootschap van Romeinen en Bataven. Dus de voorstelling is dat inderdaad de Romeinen en Bataven vriendjes waren. En dat geeft dus een enorme opsteker voor het nationale gevoel van de 17e eeuw. Wij hebben dus op voet van gelijkheid met de Romeinen kunnen onderhandelen. Zo sterk waren wij. Vandaar dus deze afbeelding, die ook herhaald is in allerlei schilderijen. Je ziet het ook, het verdrag tussen Roma en Batavia. Dat er inderdaad sprake is geweest van een zekere, van een herstel van de verhoudingen, dat blijkt uit dit geval. Er is een houten plankje gevonden in Noord-Engeland aan Hadrianswall, waar de Romeinen dus een soort grensverdediging hadden gemaakt, bij Vindolanda. En waar ik nu dus rood omheen gezet, daar staat het 9e cohort van de Bataven. En dat is uit de tijd na de Bataafse opstand. Dus kennelijk hebben die Bataven weer dienst genomen in het Romeinse leger als hulpsoldaten. En vinden ook in Hongarije inscripties met Bataven. Dus wat dat betreft is dus de Bataven hebben dus weer dienst aan de Romeinen geleverd. Dat in Nijmegen gaat Vespasianus wel even straffe maatregelen nemen. Hij legt daar een legerkamp aan van steen. Het eerste permanente stenenkamp. Dat dus zeker 30 jaar heeft gelegen, misschien nog wat langer. Je ziet het hier in beeld gebracht. Je ziet ook daar linksbovenaan, uniek voor Nederland, een amfitheater. Nijmegen is de enige plaats waar een amfitheater is gevonden. Ook dat wijst op de bijzondere, unieke betekenis van de stad. En om die barakken en officierswoningen
van een dak te voorzien. Worden er dakpannen gebakken in de buurt. Je ziet er staan linksbovenaan in afkorting Legio Decima Gemina, het tiende legioen, het dubbele. En ik heb zelf in mijn bezit, maar dat heb ik niet meegenomen, een dakpan waar je ook ziet staan Legio Decima Gemina Pia Fidelis Domitiana. En dat zijn eretitels, want ze hebben namelijk bij een rebellie tegen Domitianus, zijn ze trouw gebleven aan Domitianus, hebben dan de eretitels gekregen. Het trouwe, het loyale, het Domitiaanse. In 96 wordt Domitianus afgemaakt en dan verliezen die titels, worden ook weer afgeschaft. Dus ik kan dus mijn dakpan die ik thuis heb, kan ik dus dateren voor 96, 87 en 96. Die dakpan heb ik niet meegenomen, maar ik heb wel een stukje dakpan meegenomen, ook dat mag u straks beroeren. Daar zie je dus een stukje Romeins dakpan. In Nijmegen heeft iedereen wel iets in zijn kasten liggen. Ik gebruik deze dingen tegenwoordig als boekensteunen. Het zijn eigenlijk randen van dakpannen. Ik ga eens een artikel schrijven dat ook eigenlijk boekensteunen zijn geweest. Pseudowetenschap moet ook ruimte krijgen. Maar in ieder geval, dus dat in ieder geval die bouw van de stenen vesting blijkt erop hoe serieus de opstand genomen is. Een tijd lang hebben ze echt een legioen is hier gelegerd om de zaak in toom te houden. Nou, dan gaan we kijken naar de mythe. Er zit ook een heel mythevorming in die schilderij, heb ik al een beetje duidelijk gemaakt. Maar dan zien we dus hoe dan deze mythe wordt uitgebuit. We zijn hier een titelpagina van een geschiedenis van Gelderland. U ziet daar twee mensen aan weerskanten staan van de titel. En links staat Claudius Civilis, de Bataaf, en rechts Willem, vorst van Oranje, de twee grote bevrijders. Dus hier zien we dus hoe dan inderdaad die opstand wordt gebruikt als een voorloper van de Nederlandse bevrijdingsopstand. Ja, bevrijding. En dat wordt uitgebuit door Hugo de Groot. Die schrijft dus aan het begin van de 17e eeuw een geschrift, waarmee hij vooral dus van Oldenbarneveld wil ondersteunen. U ziet daar links de Latijnse versie en rechts de Nederlandse editie van Hugo de Groot, van de oudheid van de Bataafse en Hollandse Republiek. Ja? En hij gaat dus die Bataafse opstand gebruiken om zijn republikeinse gevoelens te formuleren. Ik had een paar passages zien. Ik heb dus de belangrijke passages dik gedrukt en nog belangrijke dingen heb ik van een rood vakje voorzien. U ziet dus het woord republiek. Het woord republiek heeft natuurlijk nog niet de toegespitste betekenis die wij kennen van een niet-monarchale staat voor, maar dat is een vrijstaat, een gemene best, zoiets. Het is moeilijk om een goed woord te zoeken. Res publica in het Latijn betekent dus de gemene zaak, publieke zaak. In ieder geval, hij zegt dus, ze zijn altijd een republiek geweest, een gemene best. En verderop ziet u ook staan, die Bataven hebben ze hier dus gevestigd, die zijn dus de Rijn komen afzakken en die vonden het land onbewoond. Dus ze hebben gewoon bezit, ze hebben iets in bezit genomen dat toch niet bezet werd. Dus ze hadden alle rechten om daar te zijn, een vrij land. Wij zijn autochtoon en een vrijstaat. Dat is ongeveer de boodschap van deze passage. Gaan we verder lezen. Hij zegt dus van kijk, dat zie je dik gedrukt. Oké, dus daar in Syrië en Azië en zo, en het oosten, daar had je koningen, maar wij dus niet, de Bataviërs onderaan, van al zulke manieren van regeringen en afkeer hadden. Met andere woorden, wij moeten niets van het koningschap hebben. Ja? Zo wordt dus dat uitgebuit. Ja, en af en toe moesten natuurlijk die Bataven toch wel oorlog voeren. Ja, zegt hij, maar het was zo dat er geen koningen waren, maar alleen tijdelijke legeroversten, zoals Brinio. Alleen voor de duur van de oorlog werd er een bevelhebber benoemd. Maar als de oorlog was, lopen we niet. Nou, misschien voelt u wel aan wie dit in zijn zak moet steken. Maurits. Die wilde graag permanent kapitein-generaal worden. En daardoor een soort monarchale positie krijgen. En daar wilde dus van Oldenbarneveld niet aan. En hier zie je dus de geschiedenis wordt gebruikt om dat te motiveren. Wij, Batavieren, hebben daar nooit iets van moeten weten van die permanente legerleiders, generaals. Die hebben monarchale aspiraties. En dan is natuurlijk niet zo moeilijk om dan de overstap te maken naar de Nederlandse opstand, de Nederlandse bevrijdingsstrijd. Philips II, die dus Karel V, dat ging nog wel. Maar Philips II, dus zijn zonen hebben de natuur die niet tevreden was en anders als met een absolute macht, door een haat tegen alle natie die haar vorsten de wet stelde, aan banden legde. Dat wilde hij dus niet. Want die Romeinen hadden dat wat beter gedaan, die hadden de Bataviërs in hun waarde gelaten. Maar dus Philips II doet dat dus niet, die kon geen machtsbeperking hebben. Vandaar 1581, 26 juli, Nederland verklaart zich onafhankelijk. De akte van verlatingen. Dus hij koppelt het helemaal aan elkaar.
Hij trekt dat dus door. Hè? En die acte van verlatingen, dat doet dus recht aan de Nederlandse, instinct, zal ik zeggen, het vrijheidsinstinct. 26 juli 1581, de acte van verlatingen. Dat is dus een document. Hier ziet u dus een origineel daarvan. Dat in zijn betekenis te vergelijken is met de Declaration of Independence. En we weten ook dat de opstellers, de Founding Fathers, gekeken hebben ook naar die, dus die act van verlating. Als een voorbeeld, zie je, dus daar zitten twee eeuwen tussen. Maar we vinden nog steeds dan, na twee eeuwen inspirerend, als een voorbeeld van hoe een natie zijn eigen lot in handen neemt. Zover, het heeft in die tijd een grote indruk gemaakt. Dat kun je ook vinden in bijvoorbeeld Franse geschriften uit de 18e eeuw. Dan is men haast verbaasd dat burgers in staat blijken een staat te besturen. Dat je daar geen koning voor nodig hebt. In die tijd geldt dus Nederland als een voorlijke staat. Een republiek, waar dus burgers het heft in handen nemen. En de krachten van de natie mobiliseren. Die acte van verlating is dus een heel nobel stuk. En ik ben er van harte voor, omdat ieder jaar, of niet eens aan het eind van het schooljaar, op geschreppapier aan alle schoolkinderen te overhandigen. Dat is echt dus onze nationale onafhankelijkheidsverklaring, waar we best een cultus van zouden kunnen maken. En een terechte cultus. En Nederland had dus, als het niet dus dat rare intermezzo had gekregen van de Oranje Monarchie, de oudste republiek ter wereld kunnen zijn. Dus je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment de presidenten van Nederland en van de Verenigde Staten en van Frankrijk bij elkaar komen. De drie oudste republieken ter wereld. En dat hebben we verspeeld. Door niet recht te doen aan onze eigen geschiedenis. U weet wat er gebeurt, hoe de afloop is van die strijd tussen Maurits en van Oldenbarneveld. Dus uiteindelijk wordt hij dus gevangen genomen en wegens landverraad veroordeeld. Hij beklimt het schavot op het binnenhof, steunend op zijn stokje. En dat stokje is dus als heilig symbool door allerlei republikeinen bewaard. Ik geloof dat er een stuk of 9 bewaard worden. Dus het is een beetje onduidelijk wat de echte stokje is, maar goed. Je zou het kunnen vergelijken in de tegenwoordige tijd. Zouden wij die vaccinehouder zouden wij kunnen gebruiken als symbool. Weet je, dat zou je ook als een symbool van republikeinse gezindheid kunnen gebruiken. Oké. En dus Vondel heeft daar een beroemd gedicht op geschreven. Op dat stokje van Oldenbarneveld. En van Oldenbarneveld moet dus als laatste woorden hebben gezegd: maak het kort. Maar dat wordt dan vaak geïnterpreteerd als hij zei tegen de beul: maak het kort. Maar volgens een recente interpretatie zei hij dat tegen zijn dienaar. Die was hem dus dan aan het troosten. En toen heeft hij gezegd: hou op met dat glazen, dat gouden hoer, maak het kort. Nou, laat de dood nou maar komen. Ik ben heel blij dat ik in Nijmegen niet woon aan de Prins Mauritssingel, die ziet u hier, maar aan de Van Oldenbarneveldstraat. Een waardige plaats voor een republikein. Ik zou me diep schamen om in zo'n oranje. Nou, en een ander symbool is natuurlijk de beroemde boekenkist van Hugo de Groot, waar er ook etelijke exemplaren van zijn, waarmee hij dus uiteindelijk ontsnapt is. Hij is dus de land ontsprongen. Goed, in de loop van de tijd, we hebben dus natuurlijk hier, laat ik nog veel erg uitbreiden, in ieder geval, we zien dus dat er een soort Bataafs instinct is, en dat met name dus de republikeinsgezinden leunen tegen die Bataafse traditie, telkens verwijzen aan die Batavieren of die Bataven. In de 18e eeuw leidt het tot een soort romantiek. Dan gaan mensen in hun tuintje een Bataafse hut opbouwen. Er is een boek ook over, dat was een soort cultus. Dan gaan we een Bataafse hut, een beetje primitief leven. In de natuur, terug naar de natuur. Dat zie je in dit beeld, in het boek wordt dit behandeld. En dan natuurlijk zien we dan een wederopleving van dat Bataafse instinct in de Bataafse Republiek. Die zich ook uitdrukkelijk Bataafse Republiek noemt. Die de eerste grondwet aan Nederland geeft. Een hele republikeinse grondwet, met goede rechten voor alle mensen, gelijkheid van vrijheid van godsdienst, neem al op, gelijkheid van allerlei mensen. Dus dat is de Bataafse Republiek en dat gaat dus terug op die hele Bataafse mythe, zal ik maar zeggen, die hele Bataafse ideologie, die vanaf dus zeker Hugo de Groot bestaat. In de latere tijd zakt dat weg. In de 19e eeuw zie je wel een beetje romantiek in de schoolboekjes van die nog natuurlijk levende Bataven en zo, maar onder Oranje Monarchie kan we natuurlijk niet meer dat republikeinse dimensie benadrukken. Na de oorlog is eventjes nog opleving geweest. 6 juni 1945 is een toneelstuk opgevoerd in episodes en daar is ook Civilis weer een keertje van stal gehaald. Maar ja, tegenwoordig, hoe bestaan de Bataven nog? Een solide fiets. Zo gaat een voortleven, wordt gecommercialiseerd. Het is heel merkwaardig,
Hij begint nu een beetje aan het einde te komen, dan kunnen we straks nog eens over dingen napraten. Heel merkwaardig, de verhouding die verschillende Europese volkeren hebben met de Romeinen. Aan de ene kant, ook Nederland, ook in Nederlandse boeken vind je dat een soort trots. Wij hebben al vroeg behoord tot de beschaafde Romeinse wereld. Er zijn van die schoolplaten, de Romeinen die dus beschaving brengen en huizen bouwen en kelders en weet ik allemaal. Maar iedere natie is ook weer trots dat hij een nationale opstandelingenleider heeft. We zien hier dus allerlei beelden naast elkaar, namelijk links Viriatus. Die heeft dus op het Iberisch Schiereiland het Romeinen moeilijk gemaakt. En nog steeds zijn ze het daar niet over eens of het nou een Portugees of een Spanjaard was. Maar ook dat, dus ook een nationaal symbool. Dan zien we dus het Ambiorix. De Belg, die in Tongeren staat. Dan Vercingetorix, die het Julius Caesar heel moeilijk heeft gemaakt. Dan Arminius, die wel zijn tegengekomen van het Uiterburgerwoud. En in Roemenië heb je Decebalus. Ook zo'n leider van die lang de Romeinen verzet heeft geboden. En dan in Engeland heb je koningin Boudica. Ook allemaal geëerd met beelden. En Asterix is er ook een soort heldje van. Ook dat is dus een held die de Romeinen het moeilijk maakt. Wij hebben dus bij mijn weten geen beelden van, alleen maar dus dit schilderij van Rembrandt. Misschien moet ik een keer je beeld gaan oprichten voor Civilis. Ja? Dan gaan we dus in de kring van andere landen staan. Ik ben een beetje aan het eind van mijn verhaal. Ik heb dus al een paar keer gezegd dat ik dus ook boeken geschreven heb over deze dingen. Het laatste boek is Keizer van het Colosseum. Het ligt dus hier. En als u het koopt, dan kunt u nog een handtekening met een vulpen van mij wegkrijgen. En ik wil hier, dit is mijn laatste plaatje dat ik wil doen. En u ziet opnieuw dus die stellingen van mij. Principiële, pedagogische, politieke, humanitaire en historische redenen is de moeite waard om de Republiek te herstellen. Rechts is hier ook nog even een aankondiging. Want ik denk dat we hier in een gezelschap zijn van mensen die niet in mythen geloven. En naast de mythe van dus de Oranje hebben natuurlijk ook de mythe van het geloof. En ik ben dus voorzitter van het Vrije Gedachte. En als u dus nog meer van mij wil horen, moet u dus maar maandag naar Den Haag komen. Dan zal ik u uitleggen waarom denken God vrijmaakt. Maar dat even terzijde. In ieder geval, dus mijn stelling is dus, als je kijkt naar de Nederlandse geschiedenis, dan is er eigenlijk alle redenen, en dan hoef je niet al te nationalistisch en al te sentimenteel te doen, om trots te zijn op een gebeurtenis waarin Nederland al heel vroeg zijn identiteit heeft bewezen. We zien dus in de 17e eeuw die Bataafse ideologie opkomen. En het zou niet zo gek zijn als we op een of andere manier weer het woord Bataafse opstand zouden creëren. Dank u wel. Dankjewel, Anton van Hoof. Ik ga nu de zaal het woord geven om vragen te stellen. Als we alle redenen hier gaan behandelen, dan zijn we nog lang bezig, denk ik. Maar we pikken er misschien af en toe een paar uit. De historische redenen. Misschien heeft iemand daar nog nadere informatie over nodig. Misschien mijn vraag eerst. Waarom hebben we geen standbeeld volgens jou van Civilis? Omdat wij dus, die beelden zijn meestal in de 19e eeuw gemaakt. En de 19e eeuw is natuurlijk Nederland een koninkrijk. Dus dan past het niet meer zo goed om dus Civilis als nationale held te verheerlijken. Wat je vindt wel een soort, ik heb nog wel schoolboeken bekeken uit de 19e eeuw. Dan gaan ze dus die Bataven prijzen als nobele figuren en zo. Echt zoals wij zijn, niet waar. Edel, honest. Maar dus niet gaan ze dus benadrukken dat ze dus zo veel vrijheidszin hadden. Want dat past niet helemaal in het klimaat van die tijd. En andere landen hebben dan wel dat nationale gevoel, nationalisme, en dat projecteren ze op die opstandelingenleiders. Dus schoolplaten mocht wel, ja, maar een standbeeld? Ja, maar niet dus zo'n echte, ja, natuurlijk Nederland heeft ook niet heel veel standbeelden in het algemeen. Wij dus houden niet helemaal, zo van standbeelden. Nee, houden niet zo van standbeelden. Oké. Wie? Ja, u zegt net, ik ben Ineke Honk. Ja. Je zegt net, begin 19e eeuw, toen was dat niet zo, die gedachte was er niet zo, maar het is wel zo, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, toen heb koningin Wilhelmina, of eigenlijk koningin Emma, heel veel moeite moeten doen om juist de monarchie te kunnen behouden. En ging ze dus met een kleine prinsesje het land door. Okay. Dus je zou juist zeggen, in die tijd was de tijd er eigenlijk rijp voor. Wat vind je daarvan? Nou ja, het is natuurlijk, dat weten de meeste mensen hier weten, dus dat het Oranjehuis al twee keer is uitgestorven.
Hè, dat maar fictie is, dat er dus een sprake is van een genealogische continuïteit. Hè, maar ja, dus in die tijd is het ook een beetje tijd van restauratie. Hè, ook een beetje tijd van een soort nationalisme dat zich rond een koningshuis wil scharen. Hè, en toen heeft men dus heel geforceerd de wetten veranderd, zodat ook vrouwen konden opvolgen. En zo kon dus Wilhelmina plotseling opvolgen. Hè, wat eigenlijk volgens de wet niet kon, afhankelijk. Maar dat heeft dus te maken met ja, wat ik zeg, dus dat 19e-eeuwse klimaat. Hè, het idee van een beetje, van, nou goed, u zag net die kaart aan het begin. Hè, iedere staat is toch eigenlijk wel een koninkrijk. Behalve dat gekke Frankrijk, maar dat is ook een rare staat. Dus, tenminste, in die tijd werd dat zo gevoeld. Dus vandaar, maar het is een gemiste kans. Gemiste kans. Ik stel me eens een keertje, maar ik stel me eens voor, hè, dus, soms wordt er gepraat over dat die diepe oranje gevoelens. Moet je eens kijken, in 1940, dan heeft Wilhelmina heeft dus Nederland verlaten. En verdwijnt van de postzegels en de munten en niemand die ze druk maakt. Hè? Pas in 1943, als ze dan haar heldendaden achter de microfoon vanuit Londen bedrijft, hè? Dan wordt ze plotseling het nationale symbool. Maar zo oppervlakkig is dat gevoel. Dus ik geloof niet zo in je diepe gevoelens. Ik kan me goed voorstellen dat je ook diepe gevoelens kunt krijgen voor de akte van verlatingen. In plaats van koningsfeesten gaan we voortdurend verlatingsfeestjes vieren. Geen enkel probleem. Als je maar wilt vieren, dan vind je altijd wel iets. Ja, Peter Sluiter. Er is natuurlijk niks op tegen om gebeurtenissen van 500 of van 2000 jaar geleden voor je eigen goede zaak te gebruiken, als het maar geen aantoonbare onzin is. En wat u net vertelde is natuurlijk het omgekeerde van aantoonbare onzin. Maar ik zou toch dit hele verhaal van Claudius of Julius Civilis eerder als een anti-imperialistisch verhaal, waar ik ook erg voor ben, willen interpreteren. En misschien dat u wat kort door de bocht de lijn van deze gebeurtenissen naar het anti-monarchale hebt geleid. Dus misschien dat u die bocht misschien wel kort, maar ietsje breder kunt maken nog. Ja, wat ik heb gedaan is laten zien hoe dus, hè, als dus Nederland, en we weten allemaal, per ongeluk een republiek wordt, wil zeggen een staat zonder staatshoofd. Ja, aanvankelijk heeft men dus na 1581 geschooid met, hè, men zocht een landsheer en niemand wilde het hebben. En dan zie je dus zo, hè, bij Van Oldenbarneveld en Hugo de Groot, dat ze dan op een gegeven moment zeggen, wat zijn we eigenlijk? Ja, net zoals Rome, een republiek. Hè, en dan gaat men dus dat invullen met, hè, historische redenen, want er werd natuurlijk heel historisch geredeneerd in die tijd. En dan komt men dus aan de ene kant bij Rome uit, hè, en dan niet het Rome van de keizers, maar het Rome van de republiek. En men ziet dan Nederland als een gemengde staatsvorm, hè, waar een goede verhouding is tussen monarchale elementen, hè, bij de kapitein-generaal, maar aan de andere kant de aristocratie, hè, de regenten, en ook de invloed van de steden. Dus men zegt een gemengde staatsvorm, zoals Rome was. En dus daarom hebben wij terecht het om ons republiek te noemen. Dus men gaat dat invullen, dat de republiek. He, aan de ene kant met Rome, aan de andere kant, dat heb ik dan nu laten zien, he, met dus verwijzing naar die vrijheidslievende Bataven, die nooit iets van vorsten hebben moeten weten. He, en dus men gaat gewoon dat, ja, je kunt natuurlijk, het is een mythe natuurlijk, want Hugo de Groot die smokkelt echt met de geschiedenis, die toont ook aan dat in de middeleeuwen het ook altijd zo geweest is. He, dus dat is kort door de bocht. He, maar die Bataafse opstand, daar heeft in ieder geval een aardig argument in de handen, he, want die Bataven hadden geen vaste koningen. Dus dat was inderdaad een tot samenraapsel van stammen, hè, die inderdaad in tijd van nood dan wel onder een leider gingen, maar daarna niet meer. En hij vindt het een model voor Nederland ook. Wij moeten geen vast staatshoofd hebben. Hè, alleen dus in tijden van nood moet je dus wel eens een keertje een leider hebben. Dus hè, dat is dus dat wat ik heb betoogd. En we zien dus, nou, in ieder geval tot en met de Bataafse Republiek is dat levend. En die Bataafse Republiek is dus bedoeld ook als een soort herleving van de Bataafse vrijheid. En daarna dus, maar dat weten we hoe dat gegaan is, hè, in 1813, hè, als dan de grootmachten, met name Engeland, willen dat er ten noorden van Frankrijk, dat altijd als gevaar wordt gezien, een sterke staat komt. Hè, dan wil men dus een sterke staat hebben bestaan dus uit de Nederlanden, hè, België en Luxemburg en Nederland, en ook een koning. En dat is eigenlijk, ik noem het altijd een soort Balkanmonarchie. Hè, want in de 19e eeuw zien we dus overal dat men in de Balkan sterke staten denkt te creëren door koningen eraan te stellen. En eigenlijk is Nederland de eerste Balkanmonarchie. Ja, dat was zeker mijn vraag. Ja. Het is mij het afgelopen jaar opgevallen dat ook de monarchie de akte van verlatingen gebruikt als haar bron. Ja. En hoe moeten wij ons positioneren als republikeinen om,
om dat ongedaan te maken. Nou ja, dus de acte van verlatingen benadrukt het recht van het volk om zijn eigen leiders aan te wijzen. En wij hebben dus nooit Oranjes aangewezen. Dat is denk ik het punt. Kijk, in België is nog iets anders, ook echt verschil. Dus de Belgische koning heet Koning der Belgen. Daar wordt gesuggereerd dat hij dus de uitdrukking is van de wil van de Belgen. In Nederland is het dus bij de gratie gods Koning der Nederlanden. Dat als hij dus van boven is aangesteld als heer. En daar moeten we dus... Dat is zeer misplaatst, ja. Vraag van een heel andere aard. Ja. Om hoeveel mensen ging het eigenlijk in die tijd? Ik bedoel, u spreekt over de Bataven, over de Caninefaten enzovoort. En hoe waren die betrekkingen tussen die verschillende stammen, om het zo maar even te zeggen? Ja, moet ik meenemen. Zijn daar getallen over bekend? Nou, we kunnen schattingen maken. Het moet dus gaan. Waarschijnlijk die volken bestonden waarschijnlijk enkele tienduizenden individuen. En dan moet je dus nog alle vrouwen en kinderen aftrekken. Dus misschien 20.000 weerbare mannen. Zoiets in die orde van grootte. Ja, dat waren dus hele kleine. Ja, maar goed. Maar hoe gingen die betrekkingen? Heeft u daar ook enig idee van? Ja, dat waren allemaal losse stammen. Die dus in tijden van nood, dat gebeurde in de Bataafse opstand. Dus waren heel wat stammen de kans schoon. Dus die gingen dan met elkaar pakten sluiten. Maar toen die Romeinse wals begon te draaien... Toen kozen ze dus eieren voor hun geld. Dat zien we met de Galliërs en de Treveri. En dan blijven de Bataven op een gegeven moment alleen ervoor staan. En die sluiten ook maar vrede. Dus het is een... kijk, dat is natuurlijk het sterke van het Romeinse Rijk. Dat had dus een grote organisatie. Een grote logistiek. De Romeinse legioenen die werden goed bevoorraad, goed getraind. En lagen dus in vaste kampen. En terwijl dus die hun tegenstanders, die barbaren, was maar los verband. En dat maakt hun altijd zwak. Pas als ze dus, aan het eind van het Romeinse Rijk, als ze dus grote verbanden gaan vormen, de Franken en zo, dan zie je dat het Romeinse Rijk bezwijkt. Maar in deze tijd kunnen die kleine stammen niet echt tegen het Romeinse volk, tenzij dus, en dat is het bijzondere, dus ze ingrijpen of ze gebruik maken van de interne zwakte door die opstanden die aan de gang waren. Die strijd om het keizerschap. En daar speelt dus Civilis handig op in. Maar hoe zijn bijvoorbeeld die Caninefaten erbij betrokken? Ja, gewoon met elkaar praten natuurlijk. Ja, nou, het is Nederland, hè? Ja, nou ja, ik bedoel, dus binnen een dag ben je wel van Gelderland. Zeker over de rivieren. De rivieren zijn natuurlijk altijd belangrijke communicatiekanalen geweest. Spraken ze dezelfde taal? Weten we niet. Ze denken, het is Keltisch of Germaans. Maar ja, in zulke verbanden zijn altijd tweetalige mensen, mensen die elkaar talen spreken. Dus eentaligheid is een betrekkelijk recent verschijnsel. Dus daar denk ik niet dat er problemen lagen. Die Romeinen werden, neem ik aan, als vreemde mogendheid gezien. Maar ze hebben natuurlijk ook wel wat goeds gebracht. Dus is bekend of er een concrete aanleiding was voor die Claudius Civilis om in opstand te komen? En kunnen wij republikeinen daar nu nog wat van opsteken? Wat is dan het momentum dat je moet pakken om de republiek uit te roepen? Julius Civilis is de goede naam. De Claudius Civilis is de oude naam. Ja, dat dacht me vroeger. Maar Julius Civilis, die heeft dus goed begrepen. Die had dus een persoonlijke grieven. Dat is ook belangrijk. Hè? Dus nou, die heb ik bijvoorbeeld ook. Denk aan mijn gebeurtenis in 2001, mijn ervaringen. Hè? Persoonlijke grieven moet je dus hebben. Dat is één impuls. En je moet gebruik kunnen maken van de zwakte van het moment van een regime. En dat vind ik... Eigenlijk wordt altijd geprezen, de monarchie wordt geprezen voor zijn stabiliteit. Maar eigenlijk is het zo dat als op een gegeven moment de monarchie instort, dan gaat het ook met grote schandalen gepaard. Dat is echt een, want er is geen procedure om een einde te maken aan de monarchie. Daar moet je een revolutie voor hebben. Of, nou ja, ik noem maar eventjes iets geks. Plotseling blijkt dat Willem-Alexander pedofiel is. Schandaal, weg ermee. Denk aan Spanje, daar krijg je ook dezelfde. Dat kantelt omdat daar plotseling enorme schandalen zijn. Ik verwijs altijd, want er wordt altijd ook gevraagd van, wat zei je dan voor? En dan zeg ik, nou ja, het ligt voor de hand dat als wij een republiek zijn, dat we iets zijn van het type Duitsland. Ik denk dat dat voor de hand ligt. En wat zien we in Duitsland? Daar heeft men al doorgaans na de Tweede Wereldoorlog mensen van bewezen capaciteit
aangewezen. De meest oud-politici, die dus de spelregels kennen. Niet leuk vinden om nog 4 jaar lang schoolmeester te spelen. Hè, die de regels kennen. En die dus daar ook een gezag aan ontlenen. En enkele keer dat ze misgrijpen, hè, bij de voorlaatste. Dan zie je binnen kortste keren eerst een volgende. Hè, dat stort Duitsland niet in. Maar gewoon, we gaan een boendesverzameling houden. En binnen een paar maanden hebben we een nieuwe keizer. Of een nieuw staatshoofd. Dus wat dat betreft, hè, in het algemeen trouwens, hè, dat is even terzijde. Als er dus iets is met wetten, dan kijk ik altijd in de Duitse grondwet. Bijvoorbeeld artikel 1, dat enorme aanmächtige artikel, hè, van die discriminatie. Wat zegt de Duitse wet? Alle mensen zijn voor de wet gelijk. Punt. Dat zeg ik precies hetzelfde. In plaats van dat hele lange. Hè. Duitse grondwet verwart zich ook niet in dat eindeloos debat gelijkheid of vrijheid. Weet je wel, van Pim Fortuyn. Eerste artikel van de Duitse grondwet is: de waardigheid van de mens staat bovenaan. En dan pas gaan we praten, afgeleid, over vrijheid en gelijkheid. Maar eerst de waardigheid van de mens. Dus het is ook mooi opgegeven. Ja, de Duitsers gewoon opnieuw beginnen natuurlijk. Ze doen de nul. En wat dat betreft denken, hadden we maar eens een keertje een lekkere revolutie. Hè, dat we even opnieuw konden beginnen. Hè, dat zouden we eens alles opnieuw kunnen opbouwen. En want de Nederlandse grondwet is natuurlijk een ratje toe van rare bepalingen die erin geslopen zijn. Grondrechten. En dan krijg je volgens de grondrechten gelden dan niet als je Oranje Nassau heet. Nou ja, daar klopt niks van. Het is geen wet. En heel veel dingen, hè, dat natuurlijk heel veel mensen denken, ja, het loopt toch wel lekker. Maar als je goed gaat kijken, zijn dingen in Nederland helemaal niet goed geregeld. De grond is niet goed. Nou, Raad van State is natuurlijk een bekend punt. Hè, die is zowel adviesorgaan als rechtscollege. Dus er zijn heel veel dingen. Nederland is ook, hè, de enige democratie ter wereld waar leken geen niet recht spreken. De enige, alleen Luxemburg en Nederland. Overal ter wereld waar, heb je dus, natuurlijk in België heb je de Hof van Assise, maar zelfs in Duitsland heb je de Schöffe, toegevoegde lekenrechter. En dat is van de oudheid af. Ik heb gisteren over de Atheense democratie gesproken, ook daar ligt een boek over. vanaf het moment dat je democratie hebt, spreken leken op een of andere manier recht. Rechtstreeks of betrokken bij, maar zelfs in Japan heeft men het onlangs ingevoerd. Omdat men beschouwt als een democratisch principe. En Nederland doet het niet. Ja, ik weet het niet. Er worden allerlei redenen voor aangegeven. Maar het is in ieder geval heel merkwaardig dat Nederland zo'n spookrijder is op dit gebied. Nee, u kent wel dat grapje, hè, van die moeder die naar een parade staat te kijken. Hè, en haar zoon loopt uit de pas. En dan zegt die vrouw, nee, mijn zoon is de enige die in de pas loopt. En zo gedraagt Nederland eigenlijk ook. Alsof wij dus de waarheid in pacht hebben. Ja, eigen wijsheid. Oké. Okay. Ja, misschien mag ik nog. Die Bataafse Republiek 1798. Ja. Hoeveel kans van slagen heeft die nou eigenlijk gehad? Ja, ik denk de vrij redelijke kans. Het is natuurlijk bedorven door de politiek van Napoleon. Hè, maar als dus Europa zich in die tijd, en het zag dus op het begin van de 19e dan uit, dat Europa zich zou stabiliseren op die toen gevormde nieuwe staten, dan had waarschijnlijk die republiek wel kunnen overleven, ja. Maar het is wat we tegenwoordig noemen imperial overstretch. Hè, Napoleon die naar Rusland gaat en daar dus de krachten overschat. Ja. Dan zakt het voor door elkaar. En wilden ze ons land ook weer Batavia gaan noemen? Tegenwoordig Jakarta heette ook Batavia. Dus dat Batavia was, dat hing in de lucht. Maar ze noemden zich dus toen de Bataafse Republiek. Maar beschouwden ze echt als de nieuwe Batavieren. Dat kun je ook in allerlei populaire publicaties in die tijd lezen. Wij zijn nieuwe Batavieren. De oude vrijheid komt weer terug. Misschien moeten we maar het Bataafse genootschap ervan maken in plaats van de Republikeinse genootschap. Ik heb heel sterk de neiging natuurlijk om het met je eens te zijn, maar gegeven het feit dat je aangaf dat het de moeite waard is om wat tegenspraak te organiseren, heb ik nu de rol, denk ik. Ja? Nee, het punt waar ik even een kleine aanvulling op wil geven is jouw kwalificatie van de grondwet. Ik denk dat je niet kunt zeggen dat het geen wet is. Het is wel een wet. Maar een jurist, hoor. Dus even. Ja. Het punt is dat de rechter een wet in formele zin, dat wil zeggen een wet tot stand gebracht door de Kronenstaten-generaal, niet aan de grondwet mag toetsen. Ja. En daarin onderscheidt de Nederlandse grondwet zich van bijvoorbeeld de Duitse grondwet. Maar Duitsland is een bondsrepubliek. De Duitse grondwet heeft het karakter van een eenheidsbewakende rol. De Nederlandse grondwet heeft dat niet.
andere regelingen die zeg maar het equivalent zijn wat op Duits niveau een statelijke regeling is. Denk bijvoorbeeld aan de regelgeving in Beieren. Dat zou bijvoorbeeld een provinciale verordening zijn. Die is wel toetsbaar aan de grondwet. De Nederlandse rechter kan allerlei regels toetsen aan de grondwet, op provinciaal niveau, op gemeentelijk niveau. Alleen voor de wetgever in formele zin wordt een uitzondering gemaakt. En dat heeft te maken met ja, de verdeling, de trias politica. De gedachte is dat als de wetgever gesproken heeft, dat dan daarmee de volkswil tot uitdrukking is gekomen en dat de niet democratisch gelegitimeerde rechter niet het recht heeft om daar tegen in te gaan. Dat is een beetje het verhaal. Het is een verhaal, hè? Want natuurlijk. Ja. Want dat betekent. Maar de Nederlandse burger kan zich, hè, dat heb ik ondervonden, niet ja. de grondwet beroepen om aan zijn rechten te komen. Althans, niet waar het gaat om een beroep op de gedachte dat een wet in formele zin in strijd zou zijn met de grondwet. Ja. Maar dan zijn er daarnaast internationale verdragen waar ongeveer dezelfde grondrechtencatalogus als de grondwet in staat. En daar kan dan weer een beroep op gedaan worden. Maar dat is natuurlijk worden. Heel bizar. Hè? Is bizar. Dat je ja, want dat maar, dus, nou, daar heb ik ook op gezinspeeld. Vooral in het vreemdelingenrecht hebben we een aantal gevallen gehad. Hè, ja. Waar dus Europese rechter eigenlijk zegt: Nederland, ja. je moet je eigen grondwet toepassen. Klopt. Dat is heel bizar. Ja, nou ja, de eigen grondwet, zeg maar de grondrechtelijke bepalingen. Ja, ja. Zoals die in internationale verdragen staan. Maar, zeg maar, om het een beetje met je oneens te zijn, toch in dat verband. Er zit een soort rationaliteit aan die van een andere orde is dan datgene waar jij. Ja. kennis mee gemaakt hebt, maar die te maken heeft met het feit dat de wetgever in formele zin de volkswil belichaamt en dat de rechter, als hij daarvan af zou kunnen wijken door een wet in formele zin in strijd te achten met de grondwet en die niet toe te passen, dus eigenlijk tegen de volkswil in zou gaan. En dat is de historische reden die we al decennia lang kennen, op grond waarvan de rechter de wet niet aan de grondwet mag toetsen. Maar goed, dat inhoudelijk tot hele onoverkomelijke kwesties kan komen, dat ben ik het volstrekt met je eens. Okay. Zijn we het toch eens? Ja, prima. Ja. Gaan we nu demonstreren? Dan wil ik Anton van Hoofd nog even bedanken met twee geschenken. En dat eerste, dat is een dik boek. Dat is het laatste boek van Hans, toch? Ja. Samen met een andere beroemde republikein die bijna met hem tegelijk overleed, Pierre Vinke. Ja, dat ook kent. En dat is een bundeling van 100 en enige polemieken. Dankjewel. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. En dan het andere is, als ik aan Hans denk, dan denk ik toch ook altijd aan rare gadgets. Daar hield hij toch wel van. Dus als die nog geleefd had, dan was die ook waarschijnlijk wel gespoed naar wat je nu krijgt, bijvoorbeeld in Haarlem waar ik woon, een 3D-printerwinkel. En dus heb ik iets laten printen op de 3D-printer. Stokske. En dat is een gebroken kroontje. Dank je wel. Misschien kun je het even laten zien. Dank je wel. En dan nodig ik iedereen uit om even bij de boeken te komen. Ik heb nog consumptiebonnen. We kunnen nu naar de bar en napraten. En iedereen hartelijk dank voor de komst. En hopelijk graag tot volgend jaar. Hier ligt ook nog het klein nieuwtje. Ja, hier ligt ook nog het handboek van het NRG te koop. Ja. Ja. Zo. Thank you.